The next Belgium colleagues, Terk, Jan, Epping, Conservatives and Reformists. The floor is yours. Thank you, Mr. President. België is de afgelopen maanden, 6 maanden, een goede voorzitter geweest. Men zou niet zeggen dat de zittende regering uitstredend is. Als ik kijk naar de dossiers die ik kan beoordelen, is het balans positief. Een akkoord over de regelgeving van risicokapitaal, regelgeving over toezicht op financiële markten en een kalme begroting voor 2011. Ik ken zowel België als Europa vrij goed. De Europese politiek is als het ware de voortzetting van Belgische politiek met grotere doeleinden. Het is zoeken naar compromissen via converseren, dineren, arrangeren en zo nodig een beetje chipoteren in de naam van het resultaat. Sommigen denken daarom, zeggen daarom, België is Europa in het klein. En daarin schuilt het precies het gevaar voor Europa. Want het Belgische systeem kan geen compromissen meer maken voor zichzelf. Er is zelfs nog geen zicht op een opvolger voor de hele termen. Als België het voorland is van Europa, dan moeten we onze vraag stellen, waarom loopt dat Belgisch systeem dan ten einde? Waarom is het in staat van ontbinding? De oorzaak is volgens mij dat België een transfereconomie heeft gecreëerd die niet meer betaalbaar is. In naam van solidariteit is er een geldstroom van Vlaanderen naar Wallonië en Brussel ontstaan. Maar als, meneer Barroso, solidariteit éénrichtingsverkeer wordt, dan scheiden de geesten. En dat zien wij nu in België. Op dit moment zijn we in Europa bezig de mechanismen van een transfereconomie te planten. U bent daarmee bezig. De euro is daarvoor al misbruikt. Nu is er de roep om eurobonds. De heer Verhofstadt doet dat op dagelijkse basis. En kijk ook naar het euronoodfonds, dat op een Ponzi-scheme begint te lijken. Eerst was het tijdelijk, nu is het permanent en nu moet er ook steeds meer geld in. En een slachtoffer van hiervan, dat is de concurrentiekracht. Want de buitenlandse investeringen in Europa gaan achteruit. Wie het Europa van morgen wil zien, moet kijken naar het België van nu. En dan zien we wellicht een keer een Duitsland in de rol van Vlaanderen dat zegt, we willen niet altijd voor iedereen betalen. Sommigen zullen hier lachen, maar dat gevaar komt dichterbij dan u denkt. En laat het een wake-up call zijn voor ons allemaal. En meneer Leterme, ik heb altijd veel respect voor u gehad. Het gaat u goed in datgene wat u doet, maar België zal u nog een tijdje op uw huidige post houden, vrees ik.